Hey gasten van Het Gamekanaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan wij het bezighouden met het overvallen van de ING-bank. Hier zo tegenover mij. We gaan op zoek naar hostages en we gaan op zoek naar een leuk slachtoffer. We gaan proberen te onderhandelen met de politie zodra die in dienst komen. We hebben namelijk 5 agenten op dit moment in dienst. Dus het moet zeker gaan lukken, jongens. Vergeet niet even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Want ik geef bij de 5k abonnees, geef ik gewoon de RSS weg. Dus jongens, wil je daar nou kans van maken? Vergeet het dan niet even. En haal ik voor 1 maart de 5000 abonnees. Dan geef ik ook nog eens 2000 Robux aan 40 verschillende personen. Dus verdeeld onder 40 personen. Jongens, kunnen wij de 200 likes op deze video halen? Zou super tof zijn. We gaan proberen vandaag de loods te kopen. We gaan ervoor, jongens. Ik zeg, let's go. Oké, voordat ik even ga beginnen, doe ik even de Funda-app openen, even de loods kopen. Hoppa, die hebben we. Vanaf nu verzamelen wij dus ook materialen en heb ik dus de huurwinkel en de loods bij elkaar gesprokkeld. Dat is mooi. Nou, top. We gaan zo meteen de bankoverval doen. Ik hoop dat het een beetje goed gaat. We werden net al van RDN, maar goed, we gaan er gewoon voor, jongens. Let's go. Nou, top. We hebben in ieder geval 1 hostage. Die politie staat klaar en dan gooit de een of andere hero geliefd erachteraan. Ja, politie staat klaar. In Twitter hebben we gevraagd of mensen zich een beetje aan de rol willen halen. Nou, hier wordt de laptop gehackt. Oké, nou jongens, we gaan lekker naar binnen. De gozer heeft aangegeven dat er nu een bankoverval is. Hij zegt met wapens een beetje klaar, een fotootje maar. Ja, is goed. Oh, hij komt al naar binnen, jongens. Oh, hij begint gelijk te schieten. What the fuck is dit? Niet meer. Nou, hij zei net nog in Twitter, nu RP, maar volgens mij dacht hij gewoon binnenvallen, let's go. Ja, maar hij zei ook binnenvallen volgens mij. Ja, weet ik veel. Nee, dat was Stijn Game, maar die zegt oké, we gaan onderhandelen. Ja, maar die tata, die mag ons niet. Let's die mag niet, dat is een knuppel, jongen, gek. Nou, we hebben een deurmat, jongens. Hoppa, nou, ik sta er trouwens wel echt bij alsof ik sta op te drukken. Is dat die hostage nou? Is die echt aan meedoen? Ja, hij mag er eentje pakken. Oh, ja, in één stack is hij hostage. Hoeveel krijgt hij voor één stack? 32 of zo. Ja. Oh. Nou, voor 30k ben ik ook wel hostage. Ja. Gaat hij nu wel liggen. Hij gaat nu wel liggen. Geweest voor vandaag. Wat een brave gozer. Nou, dan kunnen nu zeggen dat hij ook gewoon medeplichtig is aan de overval. Ja, hij heeft het bedacht. Hij heeft van hem moesten we het doen, weet je. Check ja, onze vinger afdrukken. Hoeveel verdienen jullie eigenlijk? Genoeg, mond dicht, werken. Oh. De wijn. Hij gaat gelijk voor het golven werken, hoor. Gelijk. Ja, ik ben weer vergeten een drillboard mee te nemen. Zo. Uh-oh. Wat ben jij voor paard? Hou nou op! Nou jongens, vanaf nu, als je hen tegenkomt, is het paard. Onthoud nee, dat. Nee. Jawel, paardenhoofd. En als die door zijn kop heen wordt geschoten, dan is het paardenonthoofd. Zeg, staat de DSI ondertussen al met het hele legioen voor de deur, of hebben we free to go? Ik denk dat dadelijk in één keer patata binnenkomt vallen. Ja, dat weet hij net ook. Ja, hij heeft nu geholpen. Oh, hij is... Ja, nee, hij moet niet geholpen worden, want die komt binnenvallen. Hij zegt, random zegt hij al steeds Mark Rutte, random gewoon uit het niks. Ik draai mij om, ik zie ineens zo Mark Rutte. Ik ga omhoog. Ja, en hij is aan... Dat dan zo. Weet ik veel. Ik vind dit soort dingen zo mooi. Dit zijn van die random video's die ik dan opneem. Waar ik gewoon nul inbreng voor heb, zeg maar. Ik heb gewoon nul idee wat deze video gaat worden. Gewoon totaal gewoon laten gaan en dan kom je dit soort dingen dus tegen. Mark Rutte. Normaal gesproken knip ik dit soort dingen eruit. Maar ik laat het gewoon lekker zitten. Soms heb ik van die video's waarvan ik denk, ja, dat kan ik beter niet knippen. De agent. Agent zegt, hoeveel zijn we? 1, 4. We zijn met 4. 3 en 1 hostage. 3 en 1 hostage. Nee, hij is toch ook een overvaller, pannenkoek? Ja, maar hij vraagt toch wie, hoeveel er binnen zijn? Nee, hij vroeg hoeveel overvallers, volgens mij. Ik weet ja, dan 4. Hij is ook overvaller, hij heeft geld gepakt. Ja, zeg gewoon 5. Laten we hem achter.
Hacker Lama. Waarom zou je ook Hacker Lama willen eten? Wat zijn onze eisen? Wat zijn onze eisen? Vrije doorgang. Vrije doorgang, 50k. Dat is weer die aap, hè? Doorgang. 50k, weet je zeker? Ja, 10. Doe anders gewoon doe anders 54k. Het gaat gewoon om het half uur moet hij gewoon letterlijk 50k aan ons betalen, omdat we iedere keer weer een nieuwe overvallen. Ja, dat is mooi. Nee, hoor, trouwens, dit is onze eerste overval die we doen vandaag. Ja. Daardoor hebben we nu de loods en de huurwinkel en het appartement. Ja. Ja, appartement slaat nu ook op natuurlijk. Ik hoop zo meteen ook. Hebben we nog wat ijs of niet? En daar kom. Ja, en ik wil een biertje. Een koud biertje. Zelf getapt. Ja, dat rook maar even. Met de hand gekweekt en zo. De hand gekweekt? Wijn moet je kweken. Overleggen. Oh, gaan ze weer? Gaat hij weer eens eten? Ze zijn nu samen, zijn nu samen. Oké. Okay. Ja, maar die we gaan kijken in die mail. Status overnomen, status 2, status 3 OV. Ik ben weer met zijn onzichtbare collega. Wat lult hij allemaal? Nee, hij is met die patat aan het praten. Duurt wel een beetje lang, we staan klaar voor vertrek, zeg maar. Ja. Welke auto is van ons? Die blauwe is van mij. Deze. Oh, top. Ja. Let's go. Ja, doei. Ja. Waarom zouden we wachten als ze daar zo rustig staan te praten over hoe en wat? Er zit een agent in mijn auto, oh mijn god. Ja, dat heb je ook niet heel slim gedaan. Nee, hey, wilde... hij is eruit, hij is eruit. Ook werd afgeknald. Patata, waar ik leef op. Oeh. Nee. Oké, het laatste stukje moet wel lopen. Oh nee. Nee, je kan hem pakken. Het is een border, hij valt er niet op. Kijk, we zijn nu zeg maar wel een klein beetje fucked, want ze komen er nu wel aan. Ja, ik ben achtervolgd. Samen met die Hacker Lama, die is in mijn auto gesprongen. Oh, kut, sorry. Snel het geld droppen, zodat we niet meer geroofd kunnen worden. En dan kunnen we je helpen. We hebben allemaal een wapen, dus geen zorgen. Oh, er zit de politie vlak achter mij. Afschieten die handel. Ik kom eraan. Kom richting lood. Ding. Hij is dood. Oké, let's go, weg hier. Want die andere agenten gaan ook komen. Stap snel je auto in. Waar gaan we heen? Van wie is deze Ferrari? Ja, weet ik niet. No. Weg, gewoon verstoppen. Verstoppen ons in PostNL. Oh, joh, een hele goede rijskills. We verstoppen ons gewoon in PostNL, dat is prima plek. Als jij die Lambo nou nog had, dan waren we zo weg. Ja. Ferrari is toch een klote auto, joh. Hij ziet er mooi uit, maar daar is het ook wel mee gezegd hier rechts. Ik ben niet eens zo mooi eigenlijk. Echt niet? Nee. Maar ik vind de achterkant wel mooi, de voorkant vind ik wel mooi. Ja, die achterkant, maar die voorkant is zo derpy of zo. Ja, maar die streep erop. Ja, dat verpest hem gewoon. Ja, überhaupt, de hele kleur verpest hem. Nou, top! Eerst gaan naar mijn loods toe en daarna naar mijn winkel. Zo moet hij weer blauw zijn, met je bunny gang. Voor de bunny gang. Hoppa, ik heb het appartement ook trouwens. Waar ga je heen? Waar ga je heen? Kom terug, we zitten PostNL. Je rijdt naar AWB. PostNL. Ja. Ik wil echt een pin. Is hier ook een pinauto aan, toch? Of niet? Nee, man. Nee. Oh, we hebben pech. Nou, ze gaan ons nooit meer vinden. Nee. Nou, top auto. Jongens. Nou, dan was dit gelijk de video. Wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. 200 likes zou super tof zijn. Zie ik jullie de volgende keer. Laters!